Jurgen Bakker is veel te vinden op het Noordelijk Filmfestival. Zijn films zijn daar vertoond, hij heeft er als vrijwilliger gewerkt en hij is er zelfs jurylid geweest. Ik denk dat het Noordelijk Filmfestival een hele belangrijke functie heeft in Leeuwarden, gewoon in het noorden. Ja, ik denk dat het echt een belangrijke plek is om filmmakers samen te brengen vanuit heel Europa. Hij is filmmaker, illustrator en animator. Aan de ene kant maak ik promotiefilms, documentaires, voorlichtingsfilms. En aan de andere kant animaties en illustraties. Dus die twee die gaan eigenlijk hand in hand. Hij woont en werkt vanuit huis in Leeuwarden en heeft geen tekort aan klussen. Ja, hier is meer dan genoeg werk. Dat had ik trouwens niet gedacht hoor, toen ik hier kwam wonen. Ik heb hier mijn studie afgemaakt en dacht daarna van, ik ga naar Amsterdam of ik ga naar Berlijn of meerdere scenario's die door mijn hoofd gingen. Maar uiteindelijk heb ik hier toch mijn thuis gevonden. Ik ben blij dat ik hier nog steeds woon en ik besta al 15 jaar van mijn werk. Er wordt ook geschoten op de koe, maar de wapens die erin zitten komen uit Star Wars. Dus dat is nog even een knipoog natuurlijk naar het hele filmgebeuren. De ideale klus is denk ik een opdracht waarbij een klant eigenlijk gewoon carte blanche geeft. Dus zegt, nou we willen iets, maar we laten het aan jou om daar iets bij te bedenken en maak maar wat moois. Dan ben ik op mijn best. En hoeveel procent van die klussen werkt het zo? Te weinig. Maar over het algemeen kan ik nog wel redelijk wat creativiteit kwijt in mijn opdrachten. Dus. Het idee is dat de koe eigenlijk een beetje gemolesteerd wordt. Dus Mem eindigt eigenlijk in een soort plaquette met een aankondiging voor het 48 Hour Film Festival.